Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering organische chemie, de naamgeving niveau 2. In niveau 2 gaan we het hebben over de halogeen alkanen, we gaan het hebben over de alkenen en we gaan het hebben over de alkyne. Alkenen en alkyne die hebben toch wel een eigen set regels. Allereerst de halogeen alkanen. Halogeen alkanen zijn gewoon alkanen met een halogeen op hun stam of ergens in hun formule. En halogenen die kennen we, dat zijn elementen uit groep 7a, als voorbeeldje chloor, brom, jood en fluor. En we gaan die natuurlijk in de naam moeten weergeven waar dat die staan en welke en hoeveel halogenen er precies zijn. Hoe gaan we te werk? Hetzelfde als bij alkanen. We gaan op zoek naar de langste koolstofketen. We gaan zorgen dat we, als we meerdere halogenen hebben, dat we die in alfabetische volgorde zetten. We gaan geen rekening houden met de telwoorden die 3 als we meerdere van hetzelfde type halogeen hebben. En we gaan ervoor zorgen dat we langs die kant beginnen tellen, dat we zo snel mogelijk onze eerste groep tegenkomen, dus dat onze eerste nummer zo klein mogelijk is. Hier in de eerste situatie redelijk eenvoudig. Ik heb hier horizontaal mijn stam. Mijn stam bestaat uit 5 koolstoffen, is volledig verzadigd, dus is een alkaan met 5 koolstoffen, pentaan. Pentaan, en ik heb hier 2 chloortjes op staan. 2 chloortjes, dat wil zeggen chloor, en ik moet langs deze kant mijn koolstofjes beginnen tellen. En op deze manier kom ik dus hier op koolstof 2. En op koolstof 2 heb ik alles tezamen 2 chloors, 2-2 dichloor pentaan. Mijn tweede situatie, bijna identiek aan mijn eerste situatie. Ik moet ook hier langs deze kant beginnen tellen. Zo kom ik zo snel mogelijk mijn eerste groep tegen. En wat zie ik voor de rest? Opnieuw 2 chloors, alleen staan die op koolstof 2 en op koolstof 3. 2-3 dichloor pentaan. Mijn derde situatie, een klein beetje anders, omdat ik nu 2 verschillende alkanen heb. En dan ga ik die, zoals de regel hier zegt, alfabetisch moeten rangschikken. En de B die komt nog altijd voor de C. Mijn stamnaam is pentaan. Ik moet opnieuw langs deze kant beginnen tellen. En straks gaan we wel moeilijke oefeningen tegenkomen. Maar ik heb op positie 2 een chloor staan, op positie 3 een brom en dat alles op een pentaanstam. Maar brom komt voor chloor, dus in mijn naam komt brom ook voor chloor, hoewel dat dus brom een hoger nummertje heeft. Daar hoeven we in de naam geen rekening mee te houden. En dan zijn we gekomen bij de alkenen en de alkyne. Alkenen die kenmerken zich door minstens 1 dubbele binding, 1 onverzadiging in een formule te hebben. We luisteren naar de formule CNH2N en gaan als naam als uitgang 1 krijgen. Hier zie je een voorbeeldje, dus 1 dubbele binding moeten we op zijn minst hebben. En bij alkyne, wat zien we daar? Daar zien we moleculen die op zijn minst 1 driedubbele binding hebben. De formule is CNH2N-2 en die uitgang die eindigt op in. We gaan eens even kijken naar die stamnaam. We hebben daar net al gebruik gemaakt van die telwoorden met het prop, but enzovoort. Die moet je goed onthouden. En wat zien we? We zien dat er een standaardregel bestaat in de organische chemie. Normaal gezien gaan we altijd op zoek gaan naar de langste niet vertakte koolstofketen als stam die een functionele groep bevat. En met een functionele groep bedoelen ze bijvoorbeeld, als we hebben een alcohol, dan moet daar die hydroxylfunctie op staan. Als we te maken hebben met een carbonzuur, dan moeten we die COOH op die stam hebben staan. Nu, voor die alkene en die alkyne, daarvoor telt een speciale regel. Daarvoor moeten we gewoon op zoek gaan naar de langste niet vertakte koolstofketen. De dubbele binding en de drievoudige binding moeten dus niet per se in die stam zitten. We hadden net al heel eventjes gezegd, dus we gaan die stam moeten benoemen met aantal koolstoffen dat we hier zien. En dus de alkanen die kregen uitgang aan, alkene kregen uitgang 1 en alkyne kregen uitgang in. We gaan eens een keer oefenen op het zoeken bij die stamnaam. Dus we zoeken de langste koolstofketen bij alkene en bij alkyne. En als er evenwaardige opties zijn, dan gaan we toch ervoor zorgen dat de onverzadiging in die stam zit. We gaan hier eens eerst kijken en we zien hier een aantal koolstoffen en we kunnen hier beginnen tellen. Dit zijn evenwaardige opties, die zijn even lang. Dus als ik hier begin te tellen, heb ik 1, 2, 3, 4 en als ik nu naar beneden ga, heb ik 5 en 6. Maar als ik hier horizontaal ga, dan heb ik 7. Dus mijn stamnaam die zit hier horizontaal. Straks gaan we deze ook een naam geven, maar nu zijn we eventjes gewoon op zoek naar die stam. Hier mijn tweede situatie. Dit stukje is langer als die andere twee, dus dit gaat sowieso in die stam moeten zitten. Maar nu kan ik kiezen naar boven of rechtdoor. Hier heb ik nog 1 en 2 koolstoffen over en hier heb ik 1 en 2 koolstoffen over. Gelijkwaardige opties, maar dan ga ik ervoor zorgen dat mijn onverzadiging mee in mijn stam naam zit. Laatste optie hier, ik heb hier sowieso, dit is langer en dit is langer, dus mijn stam die zit hier horizontaal en die onverzadigingen hier, die gaan niet mee in die stam zitten. We gaan ook straks leren hoe dat we die complexere zijgroepen een naam kunnen geven.
Een volgende regel is de lowest set of locans, wat eigenlijk heel kort wil zeggen dat we onze eerste onze koolstoffen zo moeten gaan benoemen dat ons eerste zijgroepje een zo laag mogelijk nummer heeft. Ik heb hier een voorbeeldje van een decaan waar drie zijgroepen op staan en we kunnen hier langs links beginnen rekenen, beginnen tellen. We kunnen hier langs rechts beginnen tellen. Hier komen onze eerste zijgroep op koolstof 3 tegen en hier komen onze eerste zijgroep op koolstof 2 tegen. Er is één juiste manier en dat is dus deze manier. 2, 7, 8, 3 methyl decaan en niet deze manier, want op deze manier hier komen we dus één koolstof later tegen. Dat is een nieuwe manier van tellen. Vroeger moest je de som nemen van alle zijgroepen en die moest zo laag mogelijk zijn. Dus nu moet de eerste zijgroepje zo laag mogelijk zijn. Of als we straks te maken hebben met een dubbele binding, dan moet die dubbele binding een zo laag mogelijk koolstof hebben. Als we hier eens een keertje gaan zien, dan kan dat soms wel redelijk absurde proporties aan gaan nemen. Want je ziet hier een onverzadiging, hier een onverzadiging, een zijgroep, nog hier twee zijgroepen. En toch moet ik langs deze kant beginnen tellen, want hier vind ik mijn eerste zijgroepje op koolstof. Of twee. En als ik langs deze kant begin te tellen, vind ik mijn eerste zijgroepje op koolstof nummertje 3. De volgende regel is de plaatsnummer. De plaatsnummer bij alkanen en bij alkynen. Wat gaan we moeten doen? We gaan het koolstof moeten vermelden waarna de onverzadiging volgt. Dus in dit geval, als ik hier ga kijken, ik heb hier te maken met 1, met 2, met 3, met 4 koolstoffen. Ik heb hier dus met but te maken. Ik heb mijn onverzadiging na mijn eerste koolstof en ik moet mijn plaatsnummer net voor de functionele groep zetten. Ik heb hier dus but, functionele groep is in en net voor die functionele groep nummertje 1, dus but 1 in. Hier in deze situatie heb ik te maken met 1, 2, 3, 4 en 5 koolstoffen. Dat is mijn eerste koolstof, mijn tweede, mijn derde, mijn vierde, mijn vijfde. Want opnieuw moet ik beginnen tellen langs de kant waar ik zo snel mogelijk mijn onverzadiging tegenkom. Ik heb dus te maken met pent van 5, met een alkeen, dus 1 als uitgang en 1 wat is waar mijn dubbele binding op volgt, dus pent 1, 1. Als hier hebben we nog een situatie, ik begin weer langs deze kant te tellen, want dan volgt mijn dubbele binding naar koolstof 2. Moet ik langs die kant beginnen tellen, dan volgt die naar koolstof 3. En ik heb hier dus te maken met pent van 5 koolstoffen, 2, want mijn dubbele binding volgt naar koolstof 2, en 1, want ik heb te maken met een alkeen. De positie van die plaatsnummers, dat hebben we net gezegd, dus dat gaan we knippen. Een extra regel die bij alkenen bijkomt is de cis- en trans-isomerie. We hebben namelijk te maken met een dubbele binding die bestaat uit een sigma- en een pi-binding en daar rond is geen vrije rotatie mogelijk. Als twee moleculen, twee zijgroepen aan dezelfde kant staan, blijven die aan dezelfde kant staan en staan die aan de tegenovergestelde kant, dan blijft dat ook zo. En dat is toch belangrijk voor bepaalde chemische eigenschappen en sterische hinder die die moleculen kunnen ondergaan. Wat zien we? Staan onze groepjes aan dezelfde kant van de dubbele binding, dan spreken we van een cis-oriëntatie, of tegenwoordig gaan we dat ook vermelden met de letter Z van Zusammen. Staan onze groepjes aan de tegenovergestelde kant, dan hebben we een trans-oriëntatie, of dan spreken we hiervan entgegen de E. Twee voorbeeldjes dus, hier mijn dubbele binding, staan ze aan dezelfde kant, heb ik een cis-oriëntatie, of die Z, hier een trans-oriëntatie, of die E, en hier nog eens volledig uitgetekend, niet de skeletnotatie, maar dan is het volledig de Lewis-formules, en dan zie je hier, die groepjes staan aan dezelfde kant, en je ziet, deze kant is moeilijker benaderbaar vanwege sterische hinder dan deze kant, dus dat gaat toch bepaalde effecten hebben als we bijvoorbeeld naar chemische reacties gaan kijken. Nog een paar regeltjes in verband met de vertakte zijketens en hoe dat we die een naam moeten gaan geven, want dit wordt dan toch een klein beetje moeilijker als dat we tot nu toe al gezien hebben. Het eerste ding wat we gaan doen is, we gaan gewoon de naamvorming volgen van alkanen, van alkenen, van alkynen en we gaan eindigen met il. Il wil zeggen, ik ben een zijgroep die ergens op een hoofdgroep staat, op een stamnaam staat. Wat gaan we doen? Voor die il gaan we nog de nummer van het koolstofatoom geven waar de connectie gemaakt wordt met de stam. Dus het nummer dat eigenlijk nummer van de koolstofatoom dat op de stamnaam gaat binden, op de stam gaat binden, die gaan we nog mee moeten geven. Voor de rest blijven de regels allemaal hetzelfde, maar één speciale regel. Het koolstofatoom dat die connectie gaat maken met die stam, dus in dit geval is dat dit koolstofje hier, dat is het belangrijkste en dat krijgt altijd voorrang bij de nummering. Stel je voor dat hier een dubbele binding zou staan, moet ik toch nog langs deze kant beginnen tellen, want hier kom ik dit speciale koolstof tegen naar koolstof 2. En
en anders zou ik dat pas tegenkomen na koolstof 3. Hier dus op zoek naar mijn stamnaam. Mijn stamnaam, die ga ik hier vinden. Dit is mijn stam en ik had hier ook naar hier of naar daar kunnen gaan. Dat zijn evenwaardige opties. Mijn stam is dus butaan. Mijn koolstofje waarna ik mijn connectie maak met mijn hoofdgroep, dat is koolstofje 2 hier. En ik heb het hier ook nog eens gezet in de visgraadnotatie. Dus ik heb hier te maken met 2-iel, want ik heb een zijgroep en het tweede koolstof van mijn stam gaat connectie maken met mijn hoofdgroep hier. En wat ga ik dan hebben? Ik heb dan voor de rest butaan. En op die butaan staan nog eens 2 zijgroepjes. 2 keer een methylgroepje. Een methylgroepje hier en dit is ook een methylgroepje. En die staan 2 keer op koolstof. Of 3. Dus ik heb 3-3 dimethyl butaan 2-iel. Butaan vanwege, ik heb hier 4 koolstoffen die volledig verzadigd zijn, dus een alkaan. 2-iel, want mijn tweede koolstof van mijn butaan die gaat connectie maken met mijn stam. 3-3 dimethyl, want op mijn derde koolstof staan 2 methylgroepen en butaan, omdat ik hier 4 koolstoffen heb natuurlijk. Gaan we nog eens 1 oefeningetje van maken, strakjes nog veel meer oefeningen. Ik heb hier een mooie keten gemaakt, ik heb hier mooi alkanen getekend en wat zie ik hier? Ik zie hier mooi mijn stam horizontaal, dat is de langste keten die ik kan maken. Als ik ga tellen en ik begin langs deze kant te tellen, 1, 2, 3, 4 en begin langs deze kant 1, 2, dus dat is beter, want hier kom ik al op 3 tegen. Mijn koolstofnummering die begint hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en ik heb dus te maken met heptaan en soms helpt het om het er gewoon eventjes bij te schrijven. Ik heb te maken met heptaan, ik heb hier een methylgroepje en ik heb hier een complexere groep en dan als je moeilijkheden hebt met die koolstofskeletnotatie, dan kan je hier de puntjes zetten waar een koolstof zit, hier mijn stam gaan benoemen van mijn zijgroepje, dit is hier propaan. Maar waar moet ik rekening mee houden? Op koolstof 2, maakt niet uit langs welke kant ik hier begin te tellen, koolstof 2 maakt hier die connectie met die stam. Dus ik moet zeggen propaan 2-iel. En om nu heel die groep te benoemen, ik heb heptaan. Wat staat er op mijn heptaan? Staat de methylgroep op en er staat propaan 2-iel op. Deze gaan we tussen haakjes zetten. En wat gaan we dan doen? We moeten die alfabetisch gaan rangschikken. De M die komt nog steeds voor de P. Dus ik heb 3 methyl. Dan 4 propiel 2-iel heptaan. En dan kom ik hier dus op die volledige naam van mijn verzijdgroep en van mijn volledige moleculen. Als we een vertakte zijgroep hebben, dan gaan we die altijd tussen haakjes zetten om dat duidelijk te maken dat dit één geheel is. Nu, in dit geval had dat nog niet gemoeten, maar het kan zijn dat hier nog extra dingetjes op staan waardoor die naam anders verwarrend gaat zijn. En voor we naar de moeilijke oefeningen gaan, nog even enkele speciale verzadigde en onverzadigde zijgroepen op een rijtje, zodat je daar vlot mee bent, want dat heb je echt wel nodig. Hier, die eerste optie, die is natuurlijk eenvoudig. We hebben een iel, want we hebben een zijgroepje en die bestaat uit 1 koolstof, die is alkanisch, dus methyl. Hier in dit geval 2 koolstoffen, ethyl, die kennen we. En hier wordt het eigenlijk al iets moeilijker. Je zou weer kunnen zeggen propiel, maar we moeten rekening houden dat propiel nog een isomere versie heeft. We gaan hier dus de koolstoffen moeten benoemen en we gaan er dus moeten zeggen na het koolstof 1 is gebonden op mijn stam. Dus ik ga hier moeten zeggen propaan 1-iel. Deze heeft wel een triviale naam en dat is N-propiel. Hier, de derde versie hier, dat is die isomere vorm van onze propaan 1-iel. En hier, als ik mijn koolstoffen moet benummeren, dan gaan die er zo uitzien, want mijn stam zit hier, 1, 2, 3. Dus ik heb hier propaan 2-iel en dit wordt ook wel eens isopropiel genoemd. Als we dan eens gaan kijken naar moleculen met 4 koolstoffen, zijgroepen met 4 koolstoffen, dan zien we hier in het eerste geval, als ik mijn stam ga moeten benoemen, die zit hier horizontaal, koolstof 1, 2, 3 dan. Als ik die hier ga moeten aanduiden, dan zit hier dus mijn stamnaam. En dus als ik hier mijn koolstofjes op bij ga moeten zetten, koolstof 1, 2 en 3. Wat zie ik? Ik heb een methylgroepje en dat mag je er altijd bij zetten. Ik heb een methylgroepje op koolstof 2 zitten en dit is dus propaan 1-iel. En die zijgroep die moet ik nog vermelden, 2-methylpropaan-1-iel. De triviale naam hier is isobutiel. Hier in deze situatie, die lijkt heel hard op deze en je zou heel snel kunnen zijn en zeggen dat wordt 1-methylpropaan-1-iel. Maar als je hier kijkt, je moet iets anders doen. Onze stamnaam bestaat hier niet uit 3, maar die bestaat hier uit 4 koolstoffen. Dus mijn stamnaam die begint in dit geval hier en 1, 2, 3, 4. En ik heb hier dus niet propaan, maar ik heb hier butaan. En het is hier het tweede koolstof dat connectie maakt met mijn hoofdketen. Dus dit is butaan 2-iel. Triviale naam is secbutiel.
En in deze derde situatie hebben we opnieuw een stamnaam die we kunnen kiezen. Ik kan hier een hoekje maken, ik kan hier ook gewoon rechtdoor. 1, 2, 3, het is hier koolstofje nummertje 2 die connectie maakt met mijn stamnaam. En dus ik heb hier te maken met propaan-2-yl. En op mijn tweede koolstof hier staat opnieuw die methylgroep. Dus 2-methylpropaan-2-yl. En die triviale naam hier is tert-butyl. Enkele speciale onverzadigde zijgroepen. Als we eerst een dubbele binding hebben en dan een enkelvoudige binding, dan gaan we die een speciale naam moeten noemen. En hier dus die eerste situatie hier, dat is methylideen. Hier met twee koolstoffen spreken van ethylideen en met drie koolstoffen spreken van propylideen. Hebben we dan te maken met eerst een enkelvoudige binding en dan een dubbele binding, dan verandert die naam een heel klein beetje. Dan wordt dat ethenyl. Hebben we te maken hier met drie koolstoffen, waardoor dus twee gewone bindingen en dan een dubbele binding, dan spreken we van propenyl. Een andere naam van die propenyl, want dat is eigenlijk de vereenvoudigde versie, is hier, als we gaan kijken, als we dan net heel die benaming moeten doen, dat is koolstofje 1, koolstofje 2 en koolstofje 3, dan hebben we hier te maken met in totaal, maar koolstof 2 volgt met dubbele binding, dus 2, 1. In totaal heb ik 3 koolstoffen, dus prop 2, 1. En het is koolstof 1 dat de connectie maakt met mijn stam, dus prop 2, 1, 1, yl. Maar een simpelere naam, de triviale naam, wordt hier ook allyl genoemd, dus die mag je ook gebruiken. En we hebben nog als laatste hebben we een enkelvoudige binding en dan een driedubbele binding. Dat wordt ethinyl genoemd en dan kunnen we dat ook met 3 koolstoffen doen. En dan spreken we hier van propinyl, maar je zou hier opnieuw deze systeem kunnen gaan toepassen. En dan spreken we eigenlijk dus van, als ik het goed heb, van prop 2 in 1 il. Dus daar moet je hier rekening mee houden. Maar hier is eigenlijk geen misverstand mogelijk, hier ook niet. Vandaar dat je die naam ook mag vereenvoudigen. Dan gaan we beginnen met de oefeningen. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Denk eraan, ik kan het filmpje altijd stilzetten als je de oefening zelf eerst wil proberen. We gaan dus eerst oefenen op die stam te zoeken. Ik ga hier eventjes kijken naar mijn stam en de regel hier was, we hebben hier te maken met een alkyne. Dus die alkyne-functie die moet niet per se in mijn stam zitten. Ik zie sowieso al hier een hele lange scheut zitten, die ga ik sowieso in mijn stam moeten trekken. En dan kan ik kiezen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus ik mag hier naar onder gaan en ik kan zelfs zeggen hier 1, 2, 3. En dan heb ik hier die driedubbele binding in mijn stam zitten. Ik heb hier dus te maken met oct van 8. Ik moet langs deze kant beginnen tellen, want hier kom ik als eerste mijn driedubbele binding tegen. En dus als ik hier even alles mooi nummer, dan heb ik hier 8 koolstoffen, oct. Ik heb hier na koolstof 1 mijn driedubbele binding, dus dat wordt oct 1 in. En dan heb ik hier nog 2 zijgroepjes. Dit hier, dat is een ethylgroepje, excuseer. En dit hier is een methylgroepje. En als ik dat allemaal ga samenbrengen, oct 1 in, 2 methyl en dan 3 ethyl. En rekening houdend hier natuurlijk, die E die komt alfabetisch voor die M. Hier in deze situatie, je ziet al een stukje van de naam. Ik heb hier dus horizontaal, ik kan verschillende kanten uit, maar als ik hier ga kijken, mijn langste keten die ik kan maken is 5, en dan kan ik hier netjes horizontaal werken. Ik moet langs deze kant beginnen tellen, want hier kom ik zo rap mogelijk mijn dubbele binding tegen. 1, 2, 3, 4, 5. Als ik langs deze kant begin te tellen, heb ik een zijgroep op 2. Maar als ik langs deze kant begin te tellen, heb ik mijn dubbele binding na koolstof 1. Dus ik heb te maken met pent. En na mijn eerste koolstof, mijn dubbele binding, pent 1, 1. En wat heb ik hiervan? Zijgroepjes op zitten. Opnieuw op koolstof 4 een methylgroepje. En op koolstof 3 een ethylgroepje. 3 ethyl, 4 methyl, 1, pent 1, 1. Dan hebben we nog een regeltje, die Lowest Set of Lowkens, weet je nog, dat laatste nummertje. Dus we gaan daar nog eens rap een paar oefeningetjes op maken. Ik heb hier nog eens kort eventjes de regeltjes op een rij gezet. Even een paar oefeningen met alkanen en dan gaan we er subiet nog eens wat dubbele bindingen en zo bij nemen. We zoeken hier de langste stam en we kunnen hier beginnen en dan gaan we zo. Hier hebben we 2 evenwaardige opties, dat maakt het eigenlijk niet uit. En dan ga ik hier netjes horizontaal blijven. Om het hier een naam te geven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb te maken met hexaan en langs welke kant moet ik beginnen tellen? Er is maar 1 mogelijkheid en dat is hier langs deze kant. En dan kom ik hier, oh, ik kan niet meer tellen, kom ik op deze nummering. Ik heb hier een methylgroepje, ik heb hier een methylgroepje en ik heb hier een ethylgroepje. Rekening houden dat ethyl alfabetisch voor methyl komt, heb ik hier dus te maken met 4 ethyl, 2, 3 dimethyl hexaan. Hier dus rekening houden dat je die 2 alfabetisch moet zetten. Dan de volgende.
1, 2, 3, 4 en opnieuw 2 gelijkwaardige opties. Ik ga hier netjes horizontaal werken. En langs welke kant moet ik beginnen tellen? Ah, ik kan hier beginnen tellen. Langs deze kant of langs die kant, dat is evenwaardig. En dan is er hier een regeltje waar ik nog eventjes de aandacht op wil vestigen. Als er 2 gelijkwaardige opties zijn, dan moet je beginnen tellen langs de kant die alfabetisch eerst komt. En hier heb ik te maken met een ethylgroepje, dat begint met de E. Hier heb ik te maken met een methylgroepje. Dus in deze situatie moet ik langs deze kant beginnen tellen en gaat dus mijn ethyl de laagste nummer krijgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb hier te maken met hexaan. Ik heb op positie 3 een ethylgroepje en op positie 4 een methyl. Dus 3 ethyl, 4 methyl, hexaan. Mijn derde situatie, wat ga ik dan moeten kijken? Ik heb hier mijn stamnaam. Mijn stamnaam die gaat zo zitten. Opnieuw 2 evenwaardige opties. Dan ga ik het liefst zo horizontaal mogelijk. Maar de vraag nu is, langs welke kant moet ik beginnen tellen? Hier kom ik naar koolstof 1, 2 op koolstof 3. Hier 1, 2 op koolstof 3. Dan is het de regel waar je zo snel mogelijk zoveel mogelijk groepjes tegenkomt. Langs deze kant kom ik 2 zijgroepen tegen. Langs deze kant maar eentje. Dus ik moet langs deze kant beginnen tellen. 1, 2, 3... 4, 5, 6. En voor de naamgeving, ik heb opnieuw een hexaanstam. Wat heb ik? Ik heb op koolstof 3 en op koolstof 3 heb ik een methylgroepje. En op koolstof 4 heb ik een ethylgroepje. Dus 4 ethyl, 3, 3, dimethyl, hexaan. En dus niet omgekeerd, niet langs de andere kant beginnen. Laatste optie hier, deze gevalletje. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, maar ik heb hier ook 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt hier verschillende opties. Dus maak dan je leven gemakkelijk en ga dan voor de minst complexe zijgroepjes gaan. Wat heb ik hier mee te maken? Ik kan kiezen langs welke kant ik begin te tellen. Dat is volledig evenwaardig. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Hoe is de naamgeving hier? Je bent er ondertussen al redelijk mee vertrouwd. Op positie 2 en op positie 4 heb ik 2 methylgroepen. Op positie 3 heb ik een ethylgroep. En dat alles op een pentaanstam. En nu halen we daar wat onverzadigingen bij. We gaan opnieuw op zoek naar die langste koolstofketen. In dit geval redelijk eenvoudig. Langs de koolstofketen zit hier mooi horizontaal. Ik heb hier te maken met 5 koolstof en de kant langs waar ik begin te tellen is het gelijk. Dus dan begin je meestal netjes van links naar rechts. Ik heb hier te maken met pentaan en ik heb hier dat speciale zijgroepje. Daardoor we straks weten te benoemen op positie 3 heb ik een methylideengroepje op een pentaanstam. Dus opletten dat je hier niet naar onder gaat tellen om die dubbele binding mee door te nemen. Situatie 2, die lange staart hier, die had er sowieso in moeten zitten, maar nu heb ik 2 opties, naar boven of naar onder. En dan hadden we gezegd, dan moet je zien dat je je onverzadiging mee in die stamnaam hebt zitten. Wat heb ik? Ik moet langs deze kant beginnen tellen. Koolstof 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ik heb te maken met een hexeen, maar na koolstof 1 volgt die alkenische functie, dus hex 1, 1. En wat vind ik daarop? Ik vind dan op positie 3, vind ik hier een ethylgroepje, dus 3 ethyl hex 1, 1. Hier die derde situatie. Ik heb hier 1, 2, 3, 4 en dan moet ik rechtdoor gaan. Dus ik ga mijn stamnaam zo moeten nemen. Als ik hier ga kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koolstoffen. Maakt niet uit langs welke kant ik begin te tellen. Ik ga mijn koolstofjes nummeren. 7 koolstoffen, dat is een heptaanstam. En op die heptaanstam vind ik hier dat speciaal groepje op positie 4 dat we straks ethylideen genoemd hebben. 4 ethylideen heptaan. De positie van die plaatsnummers gaan we ook nog een paar oefeningetjes op doen. Ik heb hier nog eens een halogeen alkaan ingeduwd, bijgezet. En we gaan eens kijken hier, stamnaam horizontaal, moeten natuurlijk langs deze kant beginnen tellen. En deze is natuurlijk redelijk eenvoudig, die halogeen alkaan, die zijn simpel. 3 broom en die 3 broom die staat op een heptaanstam. 3 broom heptaan. Hier in deze situatie moet ik natuurlijk langs die kant beginnen tellen. 1, koolstof 2, koolstof 3, 4, 5 en 6. Ik heb hex. Ik heb een alkenische functie naar koolstof 2, dus hex 2, 1. En in deze situatie, een alkyne heb ik hier. Welke kant ik begin te tellen, maakt niet uit. Dan begin ik langs hier. Na koolstof 3 volgt mijn alkyne, mijn alkenische functie, mijn onverzadiging. Ik heb hier dus te maken met hex 3, in. Als we meerdere functionele groepen hebben, dan gaan we daar gewoon ook de telwoorden bij moeten gebruiken die we ondertussen al kennen. In dit geval heb ik hier te maken met 3 koolstoffen en de kant van nummering, dat maakt niet uit, dat is evenwaardig. Ik heb hier te maken met prop, maar ik heb hier wel te maken met 2 dubbele bindingen. We gaan dus moeten zeggen die 1, maar we gaan ook duidelijk moeten zeggen zijn langs, na welke koolstoffen die dubbele bindingen volgen. En dat is na koolstof 1 en na koolstof 2 volgen er 2 dubbele bindingen. Dus ik ga zeggen 1, 2, die 1.
En heel dat geheel staat op een propstammetje, dus propa 1, 2, die 1. Propa van 3 koolstoffen, 1, 2 van de posities waarop mijn dubbele bindingen volgen. En hoeveel dubbele bindingen heb ik? Ja, ik heb er 2. In deze situatie opnieuw mijn stam, die ga ik hier netjes horizontaal nemen. Langs welke kant mag ik beginnen tellen? Begin ik langs hier of langs hier voor die dubbele binding? Maakt dat niet uit. Maar hier voor die zijgroep dan wel, dus dan begin ik langs deze kant te tellen. 1, 2, 3, 4. Ik heb hier te maken met but. En ik heb hier te maken met buteen, maar ik heb een dubbele alkenische functie. En die alkenische functie die volgt naar koolstof 1 en naar koolstof 3. Dus ik heb te maken met but 1, 3, die 1. En ik heb hier op positie 2 zit nog een methylgroepje hier. Dus 2-methyl-1,3-but. Nu zit ik er even hebben. 2-methyl-buta-1,3-diëen. Oftewel een triviale naam voor dit molecuul. En dat is isopreen. Hier mijn laatste situatie van meervoudige onverzadigingen. Maakt opnieuw niet uit langs welke kant ik begin te tellen. Ik ga wel eventjes mijn koolstoffen nummeren. En ik heb hier te maken met hex. Ik heb hier te maken met in, maar dat wordt diin. Want ik heb 2 alkynfuncties en die volgen naar koolstof 2 en 4. Dus 2, 4, diin. En natuurlijk rekening houden met mijn hexnaam. Hexa, 2, 4, diin. En dan is die naam volledig. Nu gaan we eens kijken of we die dingetjes nog kunnen combineren. Maar eerst nog eens heel kort 2 oefeningetjes op cis en trans. In deze situatie heb ik hier dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstoffen. Ik heb hier dus te maken met hex. Ik heb hier te maken met een alkenische functie. En die alkenische functie die volgt na koolstof nummertje 3. Dus ik heb hier te maken met hex 3, 1. En heb ik hier te maken cis of trans. Die staan duidelijk langs dezelfde kant. Dus ik ga hier zeggen 3Z hex 3, 1. Waarvan hier dus na koolstof 3 hebben we die 2 groepjes die dus aan de zusammenkant staan, aan dezelfde kant. Hier gaan we dat benoemen. In dit geval hoeft niet per se die 3 erbij te staan, omdat we maar 1 dubbele binding hebben. Maar als we meerdere dubbele bindingen hebben, dan is het belangrijk dat je per dubbele binding die eigenlijk gaat specifieren. In dit geval hebben we te maken met 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstoffen. Ik heb te maken met een alkenische functie, dus 1. Die alkenische functie die volgt na koolstofje 3, dus 3, 1. Hek is 3, 1. En hier heb ik te maken met een trans. Positie, dus ik ga moeten zeggen entgegen en dus 3e en 3e van 3 entgegen hex 3-1. En dan nog even gecombineerde oefeningen waar we alles samen gaan doen. We gaan hier de naamgeving, maar we gaan de naam hier zoeken van deze molecules. En dan beginnen we opnieuw met de stam te zoeken. En de stam is het langste stukje en dat gaat hier horizontaal zijn. Dus ik ga ze moeten nummeren. De nummering maakt niet uit. Langs beide kanten kom ik op positie 4 mijn zijgroepen tegen. Dan begin ik meestal graag langs links. En ik werk graag zo horizontaal mogelijk. We gaan eens eventjes kijken. Ik heb 2 zijgroepen hier op die 4e positie. Ik heb hier boven bovenaan een ethenylfunctie staan en ik heb hier onderaan een ethinylfunctie staan, want ik zit hier natuurlijk hier onderaan met die driedubbelbinding en hier bovenaan met die dubbele binding. Ik heb hier een stam en die stam heet heptaan, want ik heb 7 koolstoffen op mijn stam staan en ik heb een volledige alkanische moleculen hier, dus ik ga hier gewoon mijn zijgroepjes op moeten zetten. Die moeten alfabetisch en hier kom ik alfabetisch bij de E uit, hier kom ik alfabetisch bij de I uit, want die et en die et die zijn gelijk. Dus ethenyl, die komt voor ethinyl. Heel de naam wordt dus in dit geval 4-ethinyl, 4-ethenyl, heptaan. Hier die laatste, dat is ook weer 2 functionele groepen, maar mijn langste keten, die zit hier helemaal horizontaal, die ga ik moeten benoemen. En het maakt opnieuw niet uit langs welke kant ik begin te tellen. Dan beginnen we links te tellen en ik ga hier mijn koolstoffen even nummeren. Opnieuw 7 koolstoffen, dus ik heb hier te maken met heptaan. Op die heptaan staan 2 zijgroepjes en in dit geval is dat 2 keer een methylideengroepje. Methylideen, ik schrijf ze er graag wel eventjes bij. Het is gemakkelijk als je nadien ook terugkomt naar die oefening om te controleren of je ergens een foutje hebt gemaakt. Maar ik heb er 2, dus dat wordt dimethylideen. En ik ga de koolstoffen nog moeten weergeven waar die zijgroepjes op staan. Dus ik heb hier te maken met 3,5-dimethylideen heptaan. Dat was het voor deze les. Een iets wat uitdagendere les, maar blijf zeker erbij voor les 3, waar we dan de rest van de stofklasses gaan bespreken. Dag.